Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior said to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, jullie weten net, ik ben inmiddels thuis. ik heb wat problemen gehad, zoals jullie hebben kunnen zien aan de zwembadvlog. Ik ben nog meer bestanden kwijtgeraakt. Ook een stukje dat ik bij Ramon voor de deur stond in de vorige vlog. Vervelend. Ik heb een harde schijf die kapot is. Dat ding is, heb ik gelijk, is gelijk buiten dienst. Ga ik niet meer gebruiken, want hij is kapot. En het is over en uit met dat ding. Ik heb al toen met Marveld heb ik ook problemen met dat ding gehad. Ben ik ook een paar bestanden kwijt geweest. En nu heb ik weer dat ik een paar bestanden kwijt ben. En dat heb echt te maken met die harde schijf. Maar daar kwam ik niet voor. Ik ben hier. Deze vlog die gaat in ieder geval over mijn eindresultaat. Centerparks Campervennen. De Centerparks Campervennen. Over het algemeen wil ik het park een 7 geven. 7, ja, een 7, nou een 7 min eigenlijk, een 7 min. 7 min is wel voldoende, maar een min eigenlijk, omdat er een heleboel achterstallig onderhoud is. Nou, dan geef ik het eigenlijk liever een 6 eigenlijk. Ik geef het een 6 eigenlijk, want nee, overnieuw. Ik geef het een 6 min. Ik zit nou te bedenken en ik denk, nou, 7 is eigenlijk nog een beetje te veel. Ik vind 7 gewoon te veel. Ik geef het een 6. Waarom geef ik het een 6? Het is gewoon te veel achterstallig onderhoud. Je zag het aan het strand waar ik geweest ben. Dat was één grote bende. En dat hoort gewoon niet. Het strand was gewoon een zootje, opgedroogd. Een stuk van het strand weg. Helemaal niet onderhouden. Allemaal rotzooi erop en zo. Dan hebben we ook nog natuurlijk het hele rare. Want dat vond ik echt raar, vond ik dat. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Huisjes die zomaar ertussen uitgehaald zijn. Of nou ja, ze zijn er nog allemaal, de huisjes. Alle nummers zijn er nog. Maar huisjes die ertussen uitgehaald zijn voor de verhuur. Jullie hebben het al een paar keer in mijn vlog gezien. Ze hebben huisjes. En hebben ze die huisjes, aan de achterkant hebben ze er een grote schutting omheen gepleurd. Ze hebben er een triplex plaatje dak opgemaakt. En dat gebruiken ze voor schoonmaak en voor opslag van handdoeken en zo en dit en dat. Beddengoed, voor zulke soort spul allemaal. Heel erg raar. Ik vind dat echt heel erg raar. Je hebt in zo'n... 8 zonne, 8 en 9, jullie weten dat spookgedeelte. Hebben ze ook heel veel huisjes gedaan. Die huisjes staan er nog steeds. Dat vind ik nou eigenlijk wel weer goed dat er weer staat. Want dat vond ik wel ontzettend leuk. Vooral 's avonds. Jullie hebben de avondvlog gezien. Was echt bizar. Was echt leuk omdat 's avonds in een soort spooktochtachtig iets ga doen. Ik heb het ook al in de vlog gezegd. Ik weet niet wat. Ik ben nog niet bij die vlog met editen. Dus ik hoop dat het er nog tussen staat. Maar in de vlog zeg ik ook van, nou, willen jullie een keertje Walibi nadoen, Campervennen? Maak een route door dat spookachtige
ja, toen was de spookachtige zone 8, zone 9, het is eigenlijk de 1000-serie. Er is ook, het staat ook helemaal niet op, op het park. Als je de parkmap ziet, dan staan er geen huisjes. Het is de hele kale vlakte, maar er staan toch echt wel huisjes staan erop. Die huisjes zijn gewoon in de plattegrond gewoon niet opgenomen. Ze zijn echt helemaal weg. Ze staan ook niet op een park. Op een park wegwijzer staan ze. Ze zijn gewoon echt nergens te vinden. Maar ze zijn er wel degelijk, zijn ze er. Wil je een keertje Halloween doen? Nou, daar is echt de ideale locatie om daar een keertje wat te doen. Nou, voor de rest. Ja, ik heb het dit keer een keer niet opgeschreven. De schoonmaak. Schoonmaak was nou niet echt netjes ook. Geef ik ook een zesje. Wij vonden nog rotzooi, vonden wij nog snoep of zo, vonden wij nog. Is gewoon totaal niet naar gekeken. Kan je zien dat. Ja, dat er gewoon niet in de kleine hoekjes gekeken wordt. Er wordt globaal wordt er schoongemaakt. En de hoekjes en zo. Ja, daar is het gewoon. Wordt gewoon niet naar gekeken. En het blijft gewoon, als daar rotzooi ligt, blijft het gewoon leggen. Tegeltjes bij de douche. Ik weet niet of ik daar ook nog beelden van heb. Als ik die beelden heb, laat ik ze nu zien. Je kon ze ook in de vlog zien. Zijn gescheurd. Dus er is een hele rij tegeltjes. Is gewoon helemaal kapot. Helemaal weg. Ja, zeer, zeer slecht. Zeer slecht. Slechte zaak. Deze dingetjes. Net zoals als wat ik er net vertelde over het strand. En er, de opslag die gebruikt wordt in de gewone huurhuisjes. Ja, dat die gebruikt worden voor opslag, kun je echt het verval zien van het park. Het park wordt echt steeds meer een vervallen troep. Wordt het. Er worden geen renovaties gedaan. Het is gewoon één grote puinhoop is het gewoon. En ja, dat is eigenlijk gewoon ook een zesje eigenlijk. Echt, ja, niet goed, niet goed. Dan gaan we naar de horeca. Juist, de horeca. Nou, de horeca geef ik een 7. Personeel was wel vriendelijk, sommigen niet. Sommigen waren ook weer, vond ik, te snel. Met, als je je glas leeg had, dan stond er alweer zo'n pinguïn bij je. Om alweer bier op te nemen. Ja, ik vind het heel leuk en ik snap heel goed dat Center Parcs geld wil verdienen. Maar ja, jongens, dit jaar ook wel klanten weg. Want ik ben inmiddels ben ik gelijk weggelopen. Want ik had echt zoiets van. Ik heb het ook duidelijk. Heb ik het laten weten aan de open dat ik daar niet van gediend was. Dat zo snel alweer. Ja, dat er alweer zo snel weer een open bij je staat om maar zo veel mogelijk drankjes op je rekening te kunnen zetten om zo geld te verdienen. Center Parcs verdient al een hoop, vind ik. Ik vind prijzen zijn aardig duur. Nu gingen we nog in het buiten het hoogseizoen, dus dan valt het nog mee. Maar als je echt een huisje huurt in een hoogseizoen, ja, dan betaal je echt de hoofdprijs. En ja, nee. Is het waard? Nee. Eigenlijk niet. Nee, ik vind het eigenlijk niet waard eigenlijk. Ik vind het eigenlijk niet waard. Het is voor hetzelfde geld ga ik een week naar Marveld. En heb ik een. Nu had ik een middenklas huisje. Een economy volgens mij was het. En bij Marveld heb ik gewoon. Hebben we gewoon een. Twee dubbele koelkast. Hoe heet dat? Een wasmachine, die hadden we nu volgens mij ook wel. Maar dan hebben we ook een sauna erin. Wat bij Center Parcs dus in de hogere klassen ligt. In de VIP, de VIP-cottages. Dat heb ik bij Marveld, krijg ik dat in een gewoon huisje voor hetzelfde geld. En natuurlijk een sauna en een bubbelbad. Dus ja, ik nee, ik ben er niet echt over te spreken. Het is niet echt. Ja, nee, niet echt goed. Niet echt goed.
Dan gaan we naar het zwembad. Het zwembad was leuk. Het zwembad was goed. Ik heb eigenlijk geen rare dingen meegemaakt in het zwembad. Ja, die zondag dat wij dachten dat het park een uur dat het zwembad een uur later open zou zijn. En dat we om 9 uur kwamen en dat we er alweer gelijk uit konden. Dat is het enige eigenlijk wat ik in het zwembad meegemaakt heb. Maar voor de rest, nee, netjes. Het zwembad ziet er leuk uit. Het is wel een beetje, ja, een beetje, je hebt het gauw gezien. Als je echt van waaghalsdingen wil in een zwembad, hele grote glijbanen en zo. Dat is er niet. Er is één grote achtbaan. Nou ja, groot. Het is meer een middelmaatje. En er is een kleine achtbaan. Nou ja, die kleine achtbaan, dan kan je beter een mini-achtbaan noemen. Of een kinderachtbaan. Dat is niet echt netjes. Die is niet echt groot. Niet echt sensatie. En dan de wildwaterbaan. Die was wel leuk. Maar ja, dat is eigenlijk het enigste eigenlijk. En er zaten leuke elementen in, maar er zitten ook elementen in die, ja, dat je op een gegeven moment stillegt en dat je eigenlijk zelf, ja, dat je zelf moet oprijzen of met je benen snel heen en weer moet gaan om vooruit te komen. Want dan blijf je gewoon op een gegeven moment, blijf je halverwege in de baan, blijf je gewoon stilstaan. Dus ja, ja, over het algemeen, het was leuk, maar ja, een uurtje zwemmen en eigenlijk na een uurtje, als ik een uurtje in het zwembad geweest ben, dan heb ik het eigenlijk wel weer gezien eigenlijk. Dan ben ik het eigenlijk alweer zat en wil ik er eigenlijk alweer uit eigenlijk. Ja, een cijfer. Jee, wat zal ik cijfer geven voor het zwembad? Een 7,5. Het zwembad geef ik een 7,5 geef ik het. Dan gaan we naar, ja, wat kan ik nog meer allemaal een cijfer voor geven, jongen? Jongens, verzin het maar. De Plaza, ja, was gezellig. Ik vond de Plaza, vond ik trouwens wel heel erg leuk. En die geef ik wel een 8,5. Omdat de Plaza was best wel gezellig met alle winkeltjes. Lekker op het terrasje zitten. We hebben nog 2 keer live muziek gehad. Dus ja, dat vond ik wel leuk. Ik vond de Plaza vond ik echt leuk en die geef ik gewoon echt een 7,5. Dat is echt top. Dus vandaag. Dit was in ieder geval de review van de Campervennen 2018. Weekendje weg met Ramon en mijn moeder. Voor de rest was het super, was hartstikke leuk. Ik wil nogmaals mijn moeder bedanken. En Ramon voor het leuke weekend. Ramon voortaan niet zo snurken. Maar voor de rest, ja, voor de rest was het, nee, het was echt een leuk weekend. Lekker gewandeld. Ja, de beekjes, meertjes. De meertjes van ik kan niet meer. Die stonden een beetje droog, maar daar kan het park niks aan doen. Het is natuurlijk afgelopen zomer heel erg droog geweest. Dus ja, daar kan het park niet echt veel aan doen. Maar het strand was echt een chaos. Maar goed. Dit was in ieder geval mijn vlog voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Terwijl Boquito weer, kan je nou wat is Boquito aan doen? Kan je nou, die kat is echt geestelijk gestoord. Kijk dat. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ja. Dan sta je nog in de vlog ook, hè? Sta je voor aap. Het is ook echt een beest. Nou, hij heeft die plakband aan zijn poot. En dan probeert hij het eraf te halen. En dan hoor je tik, 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 tik. Oh, geweldig. Nou, ik ga het Boquito redden van het plakband. Vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, schandalig. Abonneer op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En beloon deze video natuurlijk met een duimpje omhoog. Beloon alle video's gewoon met een duimpje omhoog. De groetjes allemaal van deze kant. En ik spreek jullie gauw weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, allemaal de groeten. En ik zou zeggen, ciao!